Mirjam Kollestaat is predikant in Ottoland. Ik ga in gesprek met haar over haar geloof. Het geloofsgesprek is niet zonder pijn. In het gesprek met twee mensen die belijdenis gingen doen en ambtsdrager wilden worden. Ook in dat gesprek merkte ik heel erg dat mensen zoeken naar woorden, heel aarzelend zijn. Hoezo dan? Ik bedoel, je gelooft. Ja. En dan kun je toch woorden aan je geloof geven? Ja, dat zou je denken. Maar geloven heeft blijkbaar zoveel te maken met je innerlijk en met je gevoel en met iets wat van jou persoonlijk is, dat het heel moeilijk is om dat te delen. En heel veel mensen zijn ook helemaal niet gewend om op dat niveau een gesprek te voeren. We praten veel makkelijker over ons werk of over ons gezin of over onze hobby's. Maar over dat wat je diep in je hart raakt, ja, dat is soms te heel persoonlijk. Te persoonlijk, te kwetsbaar. Wij willen altijd maar praten in de kerk. Verbaal. Ja, maar heel veel mensen zijn gewoon helemaal geen praters. En ik woon ook nog eens een keer in een dorp waar mensen helemaal niet zo praten. Die houden meer van aanpakken en van doen. Ja. Ik had mijn kerkraad de vraag gesteld. Op welke momenten in je leven heb je iets van de warmte van de levende Heer geproefd? Nou, dan vraag je naar de emotie, dan vraag je naar de beleving, dan vraag je naar iets wat je geraakt heeft. Als het in een gesprek daarover gaat, dat maakt het tot een kostbaar geloofsgesprek. Als ik iets kan vertellen over hoe ik God ervaren heb in mijn leven, hoe ik zijn trouw en zijn liefde en zijn genade zie door de jaren heen in mijn leven, in mijn werk. Ja, dan is het een geloofsgesprek. Wordt het ook veel aan jouzelf gevraagd? Zeg maar het geloofsgesprek dat met jou gevoerd wordt? Nou, niet op die manier, denk ik. Nee, niet op die manier. Wel op die manier van dat mensen vragen gaan stellen van hoe zit dat dan? Of hoe kan dat nou? En geloof je dat allemaal echt? Ik woon in een dorp en het is echt een heel klein dorp en er zijn van die dorpsfeesten, van die tentfeesten. Nou, daar kom ik ook geregeld. En vaak in zo'n setting komen mensen die eigenlijk niet zoveel meer met de kerk te maken hebben op me af om me daarop te bevragen. Heel soms kun je dan een laagje dieper komen en gaat het over iemands ervaring met kerk, met geloven. Vaak is het weerstand. Vaak is het een enorme teleurstelling in kerk en in kerkmensen. Maar dan is het heel moeilijk om het over God te hebben. Om een echt geloofsgesprek. Ja, want als het over God gaat, dan is het een geloofsgesprek. Niet als het over de kerk gaat of over kerkmensen. En vaak blijft het wel op dat niveau steken. Dus mensen die mij bevragen op mijn ervaringen met God, dat gebeurt maar heel weinig. Kun je herinneren wanneer was het voor het laatst dat je echt een geloofsgesprek had, iemand dat als het ware met jou voerde? Ik zou dat zo niet weten. Ik denk in vriendschappen komt het wel ter sprake, ja. Ja, en, dat ik het met hele goede vrienden wel bespreek. En wij zitten nou zo hier, het gaat over het geloofsgesprek, maar we voeren eigenlijk ook een geloofsgesprek. Ja, ja, zeker. Als ik het nou aan jou zou vragen, van Mirjam, kun je eens wat woorden geven aan wat voor jou nou heel kostbaar is? In het geloof in het algemeen, maar voor jou persoonlijk dan natuurlijk ook. Ja. Wat voor mij heel kostbaar is in het geloof, is dat dat ik bij God pas echt thuisgekomen ben. Dat Hij de meest veilige basis is die ik me kan voorstellen. Het meest liefdevolle, het meest genadige wat ik in mijn leven gezien heb en ontmoet heb. Ja. En was dat een bepaald moment dat je dat ervoer voor het eerst? Of is dat eigenlijk een soort basisvertrouwen wat je als kind al meegekregen hebt? Of? Nee, dat had ik niet als kind. Nee, als kind was God voor mij iets heel abstracts. Ja. Ver weg? Heel ver weg. Een idee. Dan is dat echt wel een verandering. Ja, ja. Veel persoonlijker geworden en veel meer vertrouwen. Ja, ik heb me daaraan moeten overgeven dat het niet alleen een idee was, maar dat God ook voor mij een persoon is. Mm-hmm. Ja. En dat is eigenlijk pas tijdens mijn predikantschap gegroeid. Tijdens je predikantschap gegroeid? Ja, ja. In de ontmoeting met mensen of door zelf Bijbel te lezen of preken voor te bereiden?
Ja, eigenlijk het taalpakketje. Ja, ja. Dus de Bijbelse verhalen lezen, bestuderen, daarover moeten preken. Maar ook de ervaring dat je het uiteindelijk niet redt met God alleen maar als een idee. Daarmee kan ik niet bij mensen dichtbij komen. Dan breng ik alleen maar mezelf dichtbij en niet God. En wat voor mij ook een rol speelde was dat ik in een crisis geraakt ben. Mezelf heel erg tegengekomen ben in het werk, in mijn gezin. Altijd jaren geleefd heb alsof... eigenlijk jaren geleefd heb een persoon zijn die ik eigenlijk niet was. Mm-hmm. En pas toen ik mijn roots ging zoeken, ontdekte waar ik vandaan kwam. Ik ben geadopteerd, dus ik ben afgestaan. Toen ik dat erkende en kon toelaten in mijn leven, ook de pijn daarover kon toelaten, pas toen vond ik God ook echt. Omdat er eigenlijk maar één vaste basis in mijn leven is geweest en dat is God. Wel bijzonder dat je zegt, toen ik de pijn toe kon laten, ja. Toen vond ik hem. Ja, klopt. Die combinatie. Maar is dat niet wat we heel vaak tegenkomen? Want dat is ook wat ik in de gesprekken met mensen ervaar. Waardoor je ze ook heel dichtbij kan komen. Waardoor je heel dichtbij kan Want komen. Want wie zijn leven is zonder pijn. Precies. En als mensen daarover durven te praten, ja, dan hebben we het over God, dan is God erbij. Misschien wel de kostbaarste momenten van dominee zijn? Ja. En ook van jezelf dan? Dat je dan ook heel veel terugkrijgt? Ja. Ja, want dat kost mij geen energie. Nee, dat levert me alleen maar hele diepe dankbaarheid en vreugde op. Ja. Ik heb een tekst meegenomen voor jou uit de Bijbel. Begin van Psalm 47. Klap in de handen, o volken. Juich God toe met jubelzang. Geducht is de Heer, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Wauw, mooi dat je deze gekozen hebt. Er zit wel heel veel in wat wel past bij mijn geloofsbeleving, van mijn manier van geloven. Woorden ook die ik vaak gebruik in gebeden. Vooral dat machtige koning, hè, God is... Heel dichtbij en tegelijkertijd ook altijd op een afstand, omdat hij zo groot en zo machtig is. Dus dat vind ik altijd heel mooi, de machtige koning van heel de aarde. Geeft hij zijn grootheid aan. Dit is even een linkje die bij mij die ik leg. Die zei net, maar in het begin was God bij mij ver weg. Een machtige koning van heel de aarde, is dat ook niet ver weg? Ja, maar dat is anders ver weg. Eerst was hij een idee, een concept. Ik kon me daar geen voorstelling van maken. Maar bij een machtige koning, daar heb ik wel beelden bij. En dat vind ik ook een enorme geruststelling, dat hij de machtige is. Omdat? Omdat er zoveel pijn en gebrokenheid is in het leven en op deze wereld. En als hij dat allemaal in zijn hand houdt, en als hij die machtige koning is, die eens terugkomt om alles goed te maken. Ja, dat is toch een enorme opluchting. Mm-hmm. Ja. En wat ik heel mooi vind, de vreugde waar het mee begint. Want ondanks dat ik crisis heb meegemaakt in mijn leven en diepe pijn heb gekend, is er ook altijd heel veel vreugde geweest. En geloven, dat is voor mij echt vreugde. Ja. Als geloven niet blij maakt, dan zit ik op het verkeerde spoor, zeg ik altijd. Tegen mezelf en tegen andere mensen. Ja. Dus die vreugde van waar de psalm mee begint, prachtig. Ja. Er zit ook zo'n weerbarstig woord in, hè? Geduchtig. Ja. Daar bleef ik even bij hangen toen je dat voorlas. Ja. Ja. Wat roept zo'n woord bij jou op? Nou, dat ik ook niet er te gemakkelijk over moet denken. Ja, dus ook wel, het is geen vrijheid, blijheid, oppervlakkige vreugde, nee. Het gaat heel diep, want weet wel met wie je te maken hebt. Mm. Ja, dat roept het bij mij op. Ja. Het is niet zomaar je vriendje. Nee, precies. Het is meer dat ik in zo'n tekst wel de ruimte ervaar van een God die zo ontzettend groot is... De hele aarde, ik ben daar een onderdeeltje van, en toch kent hij mij. Ja. En hij is zo machtig, de Allerhoogste, en hij heeft mij op het oog. En dat geeft u vreugde. En dat geeft u vreugde, ja. Mooi. Dankjewel. Bedankt voor de tekst. Ik geef hem jou mee.
Ik heb hem nog hier op een papier gezet. Dezelfde tekst. Ik doe hem in de envelop, zodat je hem meekrijgt als een herinnering aan dit gesprek. En hopelijk deze tekst ook verder met jou mee kan. Asje. Een goed geloofsgesprek raakt mijzelf natuurlijk ook. Want dan is het nooit het geloof wat ik aan mensen aanreik, maar dan is het altijd iets van mij en de gesprekspartner. Dus het gaat ook over mijn geloven. En ja, als ik daarvan iets, als dat geraakt wordt, aangesproken wordt, dan, ja, dan is het een goed gesprek geweest.